Gisteren gaf ik een workshop AI aan trainees in de wooncorporatiewereld. En we hadden het heel even over de film Her. Hebben jullie die gezien? De film Her uit 2013. Een man wordt verliefd op zijn computersysteem. Hij installeert een diskje in zijn computer. Dat systeem analyseert alle data op zijn computer en kent hem daardoor beter dan wie dan ook. Het computersysteem gaat met hem praten, begrijpt hem, zegt lieve dingen, denkt met hem mee en hij wordt verliefd op het systeem. In één scène wil hij haar, de film heet Her, ook in het echt ontmoeten. Dat kan natuurlijk niet bij een computersysteem. Nou kan je in de film dames inhuren, misschien ook heren, maar in deze scène dames, die met een oortje vanuit het computersysteem gevoed worden en dan met je praten. En daarmee probeert hij een hele mooie avond te hebben. Dat mislukt, want hij mist toch de echte menselijke interactie. Dat was 2013. Nu is het 11 jaar later, 2024. En is er vorige week in Beijing een beurs geweest waar de eerste redelijk op mensen lijkende robots zijn gepresenteerd? Is Elon Musk bezig met een robot die heet Optimus 2? Elon Musk, weet je wel, van Grok en een van de grondleggers van AI en ChatGPT, die custom GPT's mogelijk maakt, waardoor je computers echt kan laten denken en praten in de tone of voice die jou aanspreekt. Disney is er sinds 2021 mee bezig. Dus wat er gaat komen, zijn robots die eruit zien als echte mensen, die straks kunnen denken, geprogrammeerd vanuit een custom GPT, op de manier die bij jou past of bij degene met wie je zou willen praten. Dit ligt binnen handbereik. En ik vind het een beetje spannend, want ik weet niet zeker of we daardoor het menselijk contact juist beter gaan leren liefhebben, of dat het ons door onze vingers glipt en we het kwijt gaan raken. Ik ben reuze benieuwd hoe jullie daarin staan. Let me know.